Spaarbekken de Gijster. Midden in het Nationaal Park de Brabantse Biesbos wordt letterlijk op de schop genomen. Dit zijn de deltawerken van het drinkwater. Het verplaatsen van grond van de ene van de ondieptes naar de dieptes. Schepen van 1000 ton die hebben wij nog nooit op deze manier vervoerd. Maar ze blijven hier dus wel aan boord. En ze leven hier dus, ze eten en koken en slapen aan boord. We varen straks naar stofvak 9. 50 jaar geleden transformeerde onder meer landbouwpolder de Gijster in de Biesbos tot een binnenzee. De polder werd een spaarbekken in wat nu een nationaal park is. Ja, toen was het geen nationaal park. Als je het nu zou willen bouwen, eenzelfde soort systeem, zou je dat natuurlijk niet in een nationaal park doen. Dan zou je andere plekken vinden. Toen waren dit gewoon onrendabele landbouwpolders. In een onrendabel gebied. Bij het uitdiepen van het spaarbekken komen nog steeds spullen mee naar boven die verwijzen naar de tijd dat op de bodem van de huidige binnenzee werd gewoond en werd gewerkt. Wat hout, palenrijtjes, beschoeientjes, heiningen, bielzen. Ja, de sloten kun je ook heel duidelijk zien. Dan heb je in één keer gewoon rietplakaten en dan zit je weer in een of andere sloot of een kreek. Arleen Overwater van den Heer in Sliedrecht is op de Gijster de uitvoerder van deze megaklus. Hier, 2 dagen in de week, op maandag en woensdag. En dan begeleid ik het schepen met het project wat we hier aan het uitvoeren zijn. Omdat om de binnenzee een dijk ligt van ruim 8 kilometer en het water in het bekje niet in contact mag staan met het rivierwater, moesten de 2 kraanschepen letterlijk over de dijk gesleept worden richting het spaarbekken. Bijzonder transport dat op pontons uit Rotterdam kwam. Vervolgens zijn ze hierheen gevaren en staan ze op SPMT's. Ze zijn als het ware karretjes die zwaar gewicht kunnen dragen en ook kunnen transporteren. In de haven zijn ze op de kade gereden en hier over de dijk gereden. Van tevoren hebben wij hier een stoep opgespoten met zand. Hebben we een demontabele kuttenzuiger in het bekken gelaten. En die heeft 25.000 kuub zand opgespoten tegen de dijk op om die schepen te water te kunnen laten. Dit is wat je met recht de deltawerken van het drinkwater mag noemen. Water is kwetsbaar, zeker drinkwater. Hoe wapent Evides en het waterwinningsbedrijf de Brabantse Biesbos zich tegen de continu aanwezige dreiging van terrorisme? Anders gezegd, hoe veilig is ons water in de 3 spaarbekkens? En bij drinkwatervoorziening zijn we nogal streng in Nederland als het gaat over bescherming van onze gebieden, van onze bronnen. En dat geldt niet alleen voor dit, is ook een bron, dat is de grootste bron van ons. Maar dat geldt over alle drinkwaterbedrijven, die zijn heel erg zuinig op hun bronnen. Want ja, drinkwater is een primaire levensbehoefte, daar moet je niet zomaar slordig mee omgaan. Dat moet je goed beschermen en goed beheren. En daarom wordt ook serieus rekening gehouden met de mogelijkheid van een aanslag. Maar daar zijn we wel op beducht. Nou, op alle bekkens die wij dus ook hebben, daar wordt op toegezien dat dat niet gebeurt. En als het wel gebeurt, dan is er een... Ja, dan zijn er dus alarmsystemen, meetsystemen van ons. Hè. Dus tussen de bekkens, maar ook het water wat we afleveren, dat wordt continu bemeten. Dus het is nog niet zo, als er iets zou gebeuren, dat meteen dat water bij ons naar de zuiveringen gaat stromen. Maar Big Brother is watching. Big Brother is watching everybody. Big Brother houdt iedereen in de gaten, opdat het water uit de kraan blijft stromen bij 1,8 miljoen gebruikers in de regio Rijnmond en provincie Zeeland. De deltawerken van het drinkwater. In het derde deel horen we dat waterbedrijf Evides een nieuw innamestation gaat bouwen. En er komen 3 hele grote pijpleidingen, 2,10 meter doorsneden, die het water vanaf het pompstation Bergse Maas naar de Gijster gaan pompen. De deltawerken van het drinkwater. Het systeem is zo ontworpen dat we niet alleen Rotterdam van water kunnen voorzien, maar ook Brabant voor een groot gedeelte.